Goedendag, Telegraaf vandaag van woensdag 25 mei. Een Sarah-pop in de tuin bij prinses Laurentien. De vrouw van Constantijn, ministersdochter, schrijfster, schoonzus van Maxima, is 50 jaar geworden. Daarom bij mij in de studio onze royalty-expert Pieter Klein-Beernink. Pieter, welkom en van harte ook. Ja, koninklijke familie ook van harte. Hoe heeft ze het gevierd, denk je? Het zal met de kinderen thuis zijn vandaag. Vanavond stel ik me voor, of ze zijn nu alweer thuis uit school, met prins Constantijn. Het zou mooi zijn een taart met 50 kaarsjes om uit te blazen. Daar aan het Lange Voorhout, waar ze nu voorlopig wonen. In Den Haag, hè? Ja. In Den Haag, inderdaad. Want de grootmeester van de koning zat daar in dat prachtige pand. Hij is echter vertrokken naar Wenen als ambassadeur. En de ambtswoning kan nu door hen gebruikt worden. Nou, hun huis in Benoordenhout wordt opgeknapt. Juist. En hoe voelt ze zich bij deze mijlpaal? Ik heb de indruk dat het niet iets speciaals is. Dat er geen complexen uit voortgekomen zijn. Ik heb niet de indruk dat ze verwacht dat er een nieuw leven begint. Oké. Ze had er zoveel zin in, las ik ergens. Ja, zoals in zoveel. Ze is wat dat betreft in mijn ogen een heel energiek iemand die graag dingen van de andere kant beziet. En graag nieuwe initiatieven beetpakt. Ja, jij komt er vaak tegen. Je hebt er vaak gesproken. Ja, tijdens je werk. Ja. Hoe is zij in de omgang? Als je zo tegenover haar zit, zoals wij nu, is het ronduit sprankelende persoon die daar zit. Dan is het niet meer het plaatje dat zich soms wat formeel uitdrukt. Maar dan is het een heel, vind ik, ja, intelligent, sprankelend iemand. Oké, maar je hebt er wel een keertje boos gemaakt, toch? Ja. Ze is niet de enige die ik heb boos gemaakt. Maar ik heb haar een keer de Europese taaljuf genoemd. Want haar stichting Lezen en Schrijven sloeg toen zijn vleugels uit naar de rest van Europa. Tientallen miljoenen mensen in Europa zijn slecht in lezen en schrijven. Daar wil zij wat aan doen. En toen heb ik haar de Europese taaljuf genoemd op de voorpagina. Toen zei ze, moet u mij nou juf noemen? Maar ja, in een kop op de voorpagina is dat wel zo kort. Toen kreeg je even een vingertje van de juf dus. Maar goed, nu komen we gelijk op haar grote passie. Dat lezen en schrijven en die strijd tegen het analfabetisme. Dat is echt haar ding, hè? Absoluut, heel terecht. Ook in Nederland, 1/6 van de bevolking, 2,5 miljoen mensen, is nog te slecht in lezen en schrijven om bijsluiters te kunnen volgen, formulieren van de gemeente in te kunnen vullen. Veel, en ga hè? Zo maar door. Ja. Heel veel. Veel meer dan wij denken. En je moet je afvragen of we ons daarvan bewust waren als zij die stichting niet had opgericht. Ja, want ik hoor dat nu van jou, omdat zij daar aandacht voor vraagt. Ja, zo is het. En ze is natuurlijk schrijfster. Dat vergeten we wel eens. Ja, ze maakt kinderboeken inderdaad. En ze heeft sowieso iets met kinderen, want ze zorgt ook voor de kinderraden bij grote bedrijven. Er zijn een aantal grote bedrijven en andere organisaties in Nederland die daaraan meedoen, die zo'n raad hebben ingericht om aan nieuwe originele ideeën te komen. Kijk, nou, kom er maar eens op. Hartstikke druk, maar ze moet ook wel, want ze kan niet als prinses achterover zitten. Dat klopt. Zij moet gewoon werken voor haar geld. Zo noemt ze dat, zegt ze dat zelf ook. Ze moet haar eigen broek ophouden, zoals de meeste leden van de koninklijke familie. Ze kan een declaratie indienen als ze voor iets koninklijks een hofauto nodig heeft gehad. En dan is er een beveiliger bij of twee. Maar voor haar eigen inkomen moet zij zelf zorgen. Ja. Even een stukje terug in de tijd. Het is alweer 15 jaar geleden dat ze de debuut maakte in de koninklijke familie. Het is niet altijd makkelijk geweest, hè, het begin. Nee, koning Willem-Alexander zei dat in het verleden, meen ik alles. Het is voor niemand makkelijk om toe te treden tot de koninklijke familie. Ik denk dat hij bedoelde dat onze verwachtingen. Wij kijken er natuurlijk met vol verwachting inderdaad tegenaan. Ja. We willen dat mensen zich op een bepaalde manier presenteren. Dat ze op een bepaalde manier namens ons optreden. Maar we kunnen niet allemaal een Lady Di zijn. Er was bij haar heel veel gedoe over. De wenkbrauwen waren dit en de kleding was dat. Dat moet zij zich hebben aangetrokken, toch? Ja, het is maar goed dat niet iedereen 13 in een dozijn is. En dat iedereen een eigen persoonlijkheid heeft. En volgens mij heeft zij zichzelf juist weten te bewaren. En weet zij met haar eigen instelling een heel eigen positie te verwerven. Ook binnen de koninklijke familie. Ja. Terwijl ze toch, hoe je het ook vindt of keert, toch een beetje in de schaduw staat van koningin Maxima. Bij de koninklijke familie denk je natuurlijk in eerste instantie, als het om het plaatje gaat, aan koningin Maxima. Maar de taken zijn totaal verschillend, die van de koningin en die van prinses Laurentien. En ze komen elkaar in officiële hoedanigheid niet zo vreselijk vaak tegen. Nee, maar totaal verschillend. Kunnen ze het dan wel een beetje met elkaar vinden? Ik heb de indruk dat ze elkaar respecteren. En het zijn natuurlijk ook hetzelfde soort onderwerpen waar ze toch mee bezig zijn. Het is duurzaamheid, toepassing van moderne technologie, het milieu. Dat zijn onderwerpen die in de hele koninklijke familie leven, waar ze met elkaar denk ik ook over praten, waar ze elkaar ook in beïnvloeden en op wijzen. Van heb je dit gezien, heb je die gesproken, ben je daar geweest? En zo stimuleert dat elkaar. Populair gezegd is ze lekker bezig, volgens mij. Ik heb sterk de indruk, er komt ongetwijfeld weer een boek aan. Ja. In Europa zullen we nog van haar gaan horen. En wie weet wat voor initiatieven nog meer. Ook de kinderraden breiden zich uit.
Overigens ook de slechte beheersing van de Nederlandse taal breidt zich uit. Dus ook daar heeft zij nog wat te doen. Werk aan de winkel. En volgend jaar weer iemand, hè, die 50 wordt. Koning Willem-Alexander. Nou, dan kom je weer terug en dan horen we nog meer van je. En 15 jaar huwelijk volgend jaar. Ook nog. Nou, doe maar. Dankjewel, Pieter Kleinbeernik. En dat was het voor nu. Telegraaf Vandaag. Fijne avond nog.